Hilbrand, kun jij je voorstellen? Ja, ik ben Hilbrand Nawijn. Ja. Ik woon in Zoetermeer. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen. En ik ben heel actief op dit moment in de politiek in Zoetermeer. Ja. Hoe ziet je politieke loopbaan eruit tot nu toe? Ja, die is nogal hectisch verlopen. In de eerste plaats zat ik in de gemeenteraad, ook hier in Zoetermeer, voor het CDA. Daarna ben ik gevraagd om minister te worden in het kabinet Balkenende 1, voor de LPF, voor de lijst Pim Fortuyn. Daarna ben ik in de Tweede Kamer gekozen voor de LPF. En daarna ben ik weer in de gemeenteraad gekomen, want toen heb ik zelf in Zoetermeer een partij opgericht die nu nog steeds in de gemeenteraad vertegenwoordigd is. Als minister, welke portefeuille had je toen? Ik had als portefeuille als minister vreemdelingenzaken en integratie. Integratie, want dat is ook jouw specialiteit. Hè? Ja, daar heb ik ook als ambtenaar, ik ben directeur van de IND geweest, heb ik daar 18 jaar in gewerkt. Ja. Als we kijken naar de lokale politiek, de lijst Hilbrand Nawijn heeft het geweldig gedaan in Zoetermeer. Hoe is de situatie op dit moment? Kun je daar iets over vertellen? Nou, wij zijn zeer tevreden daarover. Wij zijn opgenomen in de coalitie. Dus wij leveren ook een wethouder in het college van burgemeester en wethouders. En ja, ik heb het gevoel dat wij toch wel een stevige invloed hebben op het gemeentebestuur. En daar gaat het natuurlijk om. Je wil invloed hebben om datgene te doen wat de bewoners willen. Ja. Waarom sta je achter Nederland Lokaal? Je bent gekozen tot de lijsttrekker. Waarom doen we dit? Nou, het allerbelangrijkste vind ik dat de stem van de gemeente van de lokale partijen, dat die gehoord moet worden in de Provinciale Staten. En tot nu toe is dat nog haast niet gebeurd. Nou, dat moet veel sterker worden. En ook al omdat de lokale partijen, en met name ook in Zuid-Holland, 35% vertegenwoordigen van de bevolking. En het is goed dat die 35% dus ook wordt gehoord in de Provinciale Staten. Ja, die spelen er ook allerlei onderwerpen, hè, die ongetwijfeld ook jouw achterban, je hebt een grote achterban aangaan. Wat speelt er nou bijvoorbeeld vanuit de provincie richting dit gebied? Nou, we hebben hier een hele slechte ervaring in Zoetermeer met de provincie. Ja. Want er zou hier een groot winkelcentrum komen, een heel groot winkelcentrum. Mm-hmm. De hele gemeenteraad was daar zowat voor. Maar dat is tegengehouden door de provincie. Nou, dat vind ik heel vreemd en raar. Ja. Want de gemeente moet nog zelf over haar grondgebied kunnen beschikken. Ja, en spelen er andere zaken vanuit de provincie die jij zou willen veranderen? Nou ja, de hele milieutechniek. We hebben hier nog wat milieuproblemen hier in Zoetermeer gehad met de Randstadrail. Maar ook met een bedrijf wat hier veel de milieuwetgeving overtrad. Ja. Dus wij vinden dat er ook vanuit de provincie, omdat die daarmee belast is, toezicht moet zijn op alle milieuaspecten in Zoetermeer. Ja. Even terug naar Nederland Lokaal. Wat is volgens jou nou de grote kracht van deze partij? De grote kracht van deze partij is, van Nederland Lokaal, is dat is gebaseerd op allerlei lokale partijen waarachter weer allerlei bewoners zitten, burgers zitten. En die moeten gebundeld worden. Waarom? Omdat de gevestigde partijen het helemaal laten afweten op dit moment. Je ziet het in de Tweede Kamer, je ziet het in de Eerste Kamer. En het wordt nou eens tijd dat gewoon de lokalen aan het woord komen. Ja, dus echt de stem van de burger, van de inwoners zelf, die kunnen via Nederland Lokaal... Ja, de stem van de burger klinkt een beetje pompeus, maar dat is het niet. Want in Zoetermeer hebben wij ook heel veel bewoners achter ons gekregen, omdat wij gewoon dingen regelden voor de bewoners. En dat willen de bewoners. De bewoners willen dat ze erbij betrokken worden. En dat moet in de provincie ook zo gaan gebeuren. Ja, wat de andere kandidaten van de lijst ook zeggen, hè, dat met name de veiligheid is een belangrijk onderwerp, maar ook de verkeersproblematiek rondom het Rijnmondgebied, het Botlekgebied. Ja. Wat is jouw visie daarop? Ja, dat is zeker heel erg belangrijk. Kijk, de provincie gaat niet zo over de gewone veiligheid. Maar de provincie gaat wel over de externe veiligheid. Ja. En de externe veiligheid is inderdaad de zaken die hier kunnen gebeuren, met name in industriële gebieden. Ontploffingen, gaslekken, benzinelekken en dat soort zaken. En ja, daar moet de provincie bovenop zitten, want anders zouden wij wel eens bedreigd kunnen worden door hele grote rampen. Ja. En als we naar de logistiek kijken in Zuid-Holland,
zijn nog steeds de ene file naar de andere. Kan de provincie daar wat aan doen? Oh, daar kan de provincie zeker wat aan doen. Dat moet ook gebeuren. De wegen moeten breder worden en er moet een goede doorstroming zijn. Want ja, als je geen goede bereikbaarheid hebt hier in het westen van het land, dan kun je de bedrijven ook niet bedienen. En dat is natuurlijk een hele slechte zaak en dat moet dus wel. Ja. Een andere zorg die ook de andere kandidaten uitspreken is de werkgelegenheid. Zou de provincie daar invloed op kunnen hebben? Jazeker. Ik denk dat ook de werkgelegenheid een belangrijke item is voor de provincie. We moeten stimuleren dat bedrijven zich vestigen, bijvoorbeeld in Zuid-Holland. En dat die werkgelegenheid bieden aan de vele mensen die op dit moment werkloos zijn. En ik vind dat daar ook middelen voor ter beschikking moeten worden gesteld. Komen er wel, maar het is mondjesmaat. En we moeten meer gebruik maken van die rijksmiddelen. Oké, en wat voor middelen zijn dat bijvoorbeeld? Geld. Geld. Dus echt meer geld om de werkgelegenheid te stimuleren. Ja, oké. Tot slot, je bent lijsttrekker. Wat voor gevoel heb je nu bij Nederland Lokaal? Nou, ik heb een heel goed gevoel. We doen het met een heel aardig aantal enthousiaste mensen. Ja. Die zich allemaal inzetten. Die allemaal uit de verschillende steden en plaatsen komen van Zuid-Holland. Ja. Ja, en het is leuk om te zien hoe je met elkaar kunt praten over elkaars problemen. Ja, en uiteindelijk moet dat leiden tot oplossing van die problemen. En daar hebben we de provinciale staten voor nodig. Dus wat dat betreft zou ik zeggen tegen iedere burger in Zuid-Holland, stem Nederland Lokaal.